Beste mevrouw Louise, je kan niets, je wilt niets behalve bekend worden om niets. Want je bent echt een redelijk nutteloze toevoeging aan de mediawereld. Sorry, gaat het? Mm-hmm. Hey jongens, wat verwachten jullie van de rechtszaak? Ja, een overtuigende overwinning, niet Jan? Kijk, wij hebben de beste advocaat van, ik denk van het land, MC Radboudje. Die wint eigenlijk alle zaken voor ons. Gaat het? Dennis die... Werelds. Dat is de spanning, hè? De spanning slaat op de longen. Gaat het wel een beetje? Ja. Dennis is doodziek. Ja, nee, dan gaan we winnen natuurlijk. Het is natuurlijk een hele rare zaak. Meisje neemt een nummer op over Ali B. Zendt het ook gedeeltelijk uit. Wij hebben dat als een soort nieuwsbericht gebracht. Ik wou er eigenlijk niks mee doen, maar op een gegeven moment werd het relevant door alles wat er gebeurde. Toen hebben we het gebracht. Dus het is niet zo dat we brengen van haha, we brengen je liedje uit. Nee, het had echt een, nou ja, een nieuwswaarde. Een nieuwswaarde, ja. Kijk, dat is dus de grote grap. Dus we staan hier nu voor een beetje een hysterisch meisje die zegt dat we iets niet mogen brengen wat nieuwswaarde heeft. Ja, dan kan je alleen maar winnen. In de thumbnail hebben jullie gezet, Femke Louise is ook misbruikt door Ali B. Dennis ontvangt bewijs. Dus daarmee zeggen jullie wel daadwerkelijk dat zij misbruikt zou zijn door Ali B. Het stond tussen aanhalingstekens en dat heb ik gesuggereerd vanuit degene die mij die beelden heeft overhandigd. Die heb ik later gebeld en die bracht die suggestie mee met het liedje. Dus het waren haar woorden. Wij hebben in de uitzending, als je die uitzending bekijkt, ook gewoon openlijk gediscussieerd over al dan niet wel. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt, goh, dat is een beetje een clickbait thumbnail. Hebben jullie überhaupt geprobeerd om het bij haar te factchecken van tevoren? Nou ja, zij zegt, ze zingt over Ali B, dat hij zijn piemel dat uit zijn broek haalde en dat ze geslagen is door hem. Dus ja, wij hoeven niks te suggereren, dat suggereert ze zelf. Maar jullie hebben haar niet geprobeerd te bellen of te DM'en ofzo? Maar ik voel die behoefte ook niet, want de laatste keer dat ik haar zag, toen kreeg ik een paar klappen van haar. Dus waarom zou ik zo'n iemand dan nog bellen? Dat heeft weinig zin. Daarvoor is de relatie ook te slecht. En dan bellen we op en dan zegt ze, het is niet zo. Ja, ja. Daar kun je ook donder op zeggen. Ja. 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 Dan had je misschien nu geen rechtszaak gehad, hoor. Ja, maar als wij dat met Marco B. hadden gedaan, dan was het ook niet zo. Als we dat met Ali B. hadden gedaan, dan was het ook niet zo. Laten we eerlijk zijn, die rechtszaak interesseert ons helemaal geen ene moer. Wat kom je hier doen? Wij komen hier roddelpraat ondersteunen in de rechtszaak tegen Femke Louise. Tegenwoordig mag je niks meer zeggen natuurlijk. Dus wij willen laten zien dat je evengoed nog wel hier in Nederland ook het recht hebt om toch voor je mening uit te komen. Ik heb er een vlag voor gemaakt. Voor de vlagtocht oproep van Dennis Schouten gehad. Dat hebben we beantwoord en nu staan we er. Dat nummer van Femke waar de hele huis om is, dat is al een keer gelekt. Dus ja. Maar dat betekent niet dat je het zomaar nog een keer mag uitgeven, toch? Dat wordt gewoon een winst voor Roddelpraat, want het slaat helemaal nergens op. Het is, ze heeft geen benen om op te staan. Welke rechtszaken komen er nog? Carlo B. hebben we binnenkort. Tenminste, die heeft aangifte gedaan. Ja, weet je, het slaat allemaal nergens. Mensen die gaan allemaal aangifte doen, terwijl ze wel gewoon precies weten hoe de vork in de steel zit. Ik vind het goed. Kijk, het is natuurlijk gewoon ook een humoristisch programma. Nou, dan kan je om lachen of niet om lachen. En als je graag aangifte wil doen, dan doe je dat. Hoeveel vrienden heb je nog, Dennis? Ik? Nou, vrienden in de media bedoel je? Ja. Er waren er nooit heel veel, maar die kwamen gaan ook altijd snel weer weg. Ja. Maar we moeten wel zeggen, na de laatste uitzending dacht ik dat Rob Goossens heel boos was. Die heb ik gebeld. Die is niet boos. Dus tel ons daarop in. En laat ik helder zijn. Famke is niet misbruikt door Ali B. Er is ook niet seksueel grensoverschrijdend tegen haar gehandeld. Die diss track die is inderdaad opgenomen vlak na het vertrek van Famke Louise bij Spek. En zij was ten tijde van die opname erg boos over het professionele, laat ik het benadrukken, het professionele conflict dat tot die breuk heeft geleid. Maar op de track beschuldigt zij Ali B. niet van misbruik. Het enige waarvan Ali B. van beschuldigt is overspel. Roddelpraat heeft een enorm groot bereik. De eerste uitzending is inmiddels 801.000 keer bekeken. En de tweede uitzending, over waar zij dus voor belachelijk of achterlijk wijf wordt uitgemaakt, 615.000 keer. En ook moet Famke Louise dulden dat er als gevolg van dat handelen van gedaagden bijzonder kwetselende reacties aan haar worden gericht. Je ziet dat haar ontzettend raakt. Ze zijn te misselijk voor woorden, maar ik citeer toch een paar reacties. Femke wel een beetje misselijk doen, alsof je van niets weet. Maar ja, in jouw geval was het waarschijnlijk ook geen misbruik, maar de gewone gang van zaken. En beste mevrouw Louise, je kan niets, je wilt niets behalve bekend worden om niets. Want je bent echt een redelijk nutteloze toevoeging aan de mediawereld. Je hebt geen kwaliteiten, gedraag je daarnaar. En zeg ook eens, neem tegen vragen voor docu's en zo. Zij vertelde mij net, en dat kunt u zo bevestigen, dat zij nog steeds op straat door wildvreemden wordt gevraagd naar dat misbruik. Dat misbruik door Ali B.
Famke heeft het recht om niet te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Sorry, gaat het? Mm-hmm. Op de trek zijn van eiseres afkomst. Eiseres is er zelf verantwoordelijk voor, niet gedaagde. Nu eiseres zelf de tekst heeft geschreven en zelf verantwoordelijk is voor de verspreiding van de trek, gaat het niet aan gedaagde een inbreuk op het auteursrecht te verwijten of een inbreuk op haar privacy. Er sprak een vrouw, die verder anoniem wil blijven, die destijds bij FunX werkzaam was. En omdat het bij FunX dat liedje er was, had zij het. Nou, zij heeft mij dat toen gemaild omdat zij erbij kon dat ze bij FunX werkzaam was. Nee. Dus in die zin weet ik zeker dat, nou ja, hoe zij eraan is gekomen. En zo ook ik. Een meisje in de studio? Ja, die was aanwezig. En zij zette dus ook wel vaker studiosessies op. Dus zij hielp mij met muziek. En dat is iemand anders en die werkt niet bij FunX. Dus u denkt, deze persoon zal het dan weer... Ja, dat zou de enige... weg kunnen ja, zijn. En u heeft hiervan nooit zelf gezegd, laten we het eens leuk aan FunX geven? Nee. Ik denk dat zij de verspreider is. Maar in dit geval is het helemaal niet met toestemming in kleine kring verspreid. Het is dus gewoon gelekt zonder toestemming. Dat is de kern van ons werk, dat u allebei er anders over denkt en dat ik de knoop moet doorhakken. En we gaan dat aan u openbaar maken, verspreiden op 16 maart. Hele korte reactie? Nee, sorry. Ben je wel blij opgelucht? Kun je dat wel zeggen? Zeker, we wachten het af. Meer ga ik er niet over zeggen. Fijne dag verder. Dankjewel. Hoe ging het? Dat weet je niet. Kijk, zij zegt, ja, ik heb een liedje gemaakt, ik heb het opgenomen. En dat wilde ik nooit in mijn hele leven verspreiden. De titel is aangepast. En de titel stond misbruikt. Dus het wordt mogelijk misbruikt van gemaakt. Ja. Vind je dat goed genoeg? Ja, mogelijk. Als jij die tekst letterlijk ontleedt, kun je daar alle conclusies uit trekken. Maar ik heb geen bewijs dat zij is misbruikt. En ik heb ook nooit gezegd, zij is misbruikt. Het was een citaat. En daarom stond ook tussen haakjes. Dus het was een citaat. Ja, maar, het is een citaat van jullie zelf. Nee, dat was een citaat. Ja, maar dat zegt die advocaat van haar. Ja, die spreekt niet voor mij, gelukkig. Maar dat was een citaat van degene die ik toen uiteindelijk heb gebeld, toen ineens die diss track wel relevant werd. En die bleek destijds bij FunX gewerkt te hebben. Dat vertelde zij mij. Het was een jonge vrouw. En dat via FunX had zij het verkregen. Daaruit kwam de quote, daarom stond ook tussen aanhalingstekens. Ja, je kunt zeggen dat je het niet chic vindt, maar het is gewoon wat het is. En wij brengen graag wat het is. En dat is wat ik heb gehoord en dat is wat we daar hebben neergezet en gezegd. Als het moet, dan halen we hem offline. Ja, daar hebben 800.000 mensen van genoten en dan vanaf die dag niet meer.